Deze nieuwsuitzending die gaat over christendom en de dood. Leuk, hè? Ja, kijk, dood gaan we allemaal. Ook bijbelgelovende christenen. Maar die schijnen dat minder erg te vinden dan de rest van de mensheid. En terecht. Die Epicurus, een Griek, die had zo'n ding, dat heette de tuin. Een soort commune. Le jardin. Een soort Jordaan. Dat zijn dezelfde letters, hè? Jardin, Jordaan. Epicurus heeft gezegd, wat maak je nou zorgen over de dood? Want zolang jij er bent, is de dood er niet. En als de dood komt van jou, dan ben jij er niet. Wat is er nou aan de hand? Naar mijn idee ook het enige wat Epicurus fatsoenlijk heeft opgeschreven. Maar iedereen mag een poging doen om wat letters, wat jota's toe te voegen aan de consensus der mensheid die wij noemen leesbare teksten. En die bijdrage van Epicurus is minimaal. Nee, de dood. Wat is daarmee eigenlijk? Heb jij er moeite mee? Waarom dan? Wil Lonneke, die heeft een beetje. Nou, die heeft zijn leven van alles. Maar details zijn niet nodig. Maar die vent, Hans heette die. Ja, die is nou dood. Lonneke vroeg nog aan mij van. Nou, zieg. Maar je vraagt helemaal niet aan mij hoe het gaat met mijn rouwperiode. Ik denk, nee, natuurlijk niet. Waarom? Zo, ofwel je mist iemand ontzettend. En bij de gedachte aan het feit dat dat lichaam heen gegaan is, daar moet je heel erg van huilen. Dus dan moet je er niet over beginnen. Of het is niet zo. En dan gaat het om maatschappelijk verlies of zo. Dan moet je er ook niet over beginnen. Wat is de dood nou? Echt helemaal niks hoor. Epicurus zei. Zolang jij er nog bent, dat je niet dood bent, heb je geen last van de dood. En als de dood naar jouw lichaam aan de dood gaat, en dan ben jij er niet meer. Wat zei ik je over? Keep it cool, man. Kijk, hier op de markt, maar die is er niet meer de laatste tijd. Dat is jammer. Er was er een of andere vent, ik denk een ondernemer. Dat is een man met poen. En die regelde dan een bus, een autobus. Dus niet een koffiebus, maar een personenbus. Een ouderwetse, en dan teksten erop met Jezus leeft en alles komt goed. Kom met ons praten. En die stonden op een woensdag of zo. Ik moest naar de supermarkt. Ik loop er langs en een van die jongens, een jonge man, die spreekt mij aan en die zegt, kent u het woord van Christus? Ik zeg ja.
Maar ken jij het woord ook? Ken jij het boek Openbaring? Ah, dat kende hij. Mooi zo. En wat vind je dan van die uitspraak van... als de dood komt, dan zijn wij ontslagen van arbeid. Dat staat er niet zo, hoor. Staat er anders. Maar look it up, Nieuwe Testament. Die moet je toch lezen. Dus, je kan wel zeggen, ja, ik ben nog eerst bezig met het derde deel van 50 Tinten Grijs. En dan wordt ze anaal verkracht door een gorilla. En dat deel heb ik nog niet gelezen, maar het schijnt heel sexy te zijn, hoor. En daarna ga ik het boek Openbaring lezen, Piri. Goed zo. Hebben we dat afgesproken? Maar ik vroeg aan die joker, een aardige kerel. Ik vroeg aan hem, hoe kijk jij er tegenaan? Ja, zei hij, dat is waar. Als je sterft, hoef je niet meer af te wassen. Dan ben je klaar met je taken. Maar, zei hij erachteraan, die blijdschap over het heen gaan geldt alleen voor christenen. Ja, dat zijn de woorden van die man. Hè? En ik dacht, misschien heb je daar wel gelijk in. En misschien, hè? Ik weet ook niet alles zeker. De dood stelt geen ruk voor. Wat erg is, is dat je niet geleefd hebt. Dat is verschrikkelijk. En dan wil je maar, ja, ik leef. Ja, dat was janken, dat tranen met tuiten, man. Had je maar moeten leven toen je hart nog klopte. Had jij met je denken moeten kloppen voordat jouw hart stopte met kloppen. Homo. Ook tegen die dames, hè. Ik bedoel kut homo of klote homo. Of, homo als scheldwoord. Doe niet zo gevoelig op woorden. Kijk, je hebt een verantwoordelijkheid als mens. Door jouw talenten, door je vermogen. Er is zo'n heel tragische film, die heb ik gezien op internet. Met een iPhone opgenomen. En er was een nijlpaard. Die was dood. En die andere nijlpaarden, die gingen langs. En die gingen dat kadaver likken. Met de tong. Ik bedoel likken, letterlijk likken. En jij zou dat waarschijnlijk niet doen. Hè? Er ligt een dood nijlpaard en jij gaat dat nijlpaard niet likken. Dat deden die nijlpaarden wel. Eén voor één. Dat is heel zielig. Dat is echt een verschrikkelijk zielig filmpje. Het ging om een jong nijlpaard. En die nijlpaarden dachten van, als we hem nou gaan likken, dan gaat hij weer lopen. Ja, dat was dus niet zo. We voeren voor konijnen, ratten en andere knaagdieren. Christus heeft zo mooi gezegd, ik vind het geniaal hoor. Ik vind Christus geniaal. Die vind ik beter dan Garry Kasparov. Jo, maar Christus kon niet schaken. Nou, dat weet je niet. Dat spelletje was toen niet bekend in wat we nu Israël noemen. Je weet niet hoe goed Christus was geweest in schaken. En Garry Kasparov, dat was dan wel een... Maar is die geniaal? Ga toch weg.
Michael Tal, die vind ik grappiger. Meer humor. Garry Gasparov is zo ongelooflijk serieus. Engeman. Ja, Christus was geniaal. En dan niet in het schaken, maar in de beschouwing van het leven. Hij heeft ook gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De enige zin die op zijn Frans beter klinkt dan in het Nederlands. Je suis. Dus ik ben. Je is ik en suis is ben. Je suis. Le chemin. En chemin is weg. Je suis le chemin. La vérité. Dus niet le vérité. Nee, la vérité. Le chemin, la vérité. De waarheid. Et la vie. Dat is ook weer la. Le chemin, la vérité. Et la vie. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Daar gaat het om. Je moet een, als mens... een voorbeeld zijn. Je moet een weg zijn. Je moet de waarheid spreken. En je bent het leven. Daarmee. En als je je bek houdt. Ja, dan is het afgelopen met de waarheid. Dan komt er niks meer uit. Dan ben je oftewel een stinkende arme. Een stinkende middenstander. Of een stinkende rijke. In de zin dat jouw kadaver, jouw lijk. In het Duits is een kadaver, dat staat gelijk aan een, ook van een mensenlichaam dat dood is. In het Nederlands niet. In het Nederlands is het woord kadaver gereserveerd voor dode dieren. Een plant die gestorven is, dat is geen kadaver. Dat is brandhout. Voor de CO2-voorziening. Maar een dier, dat is een kadaver. Een mens dat sterft, dat is een lijk. Het Nederlands. Ik heb in Groningen gewoond. Niet heel lang hoor, maar een paar jaar. Daar deed ik VWO. Heel goed onderwijs was dat. Super ingewikkeld en echt heerlijk voor mij. Hè? Je moet mij niet als rekensom vragen hoeveel is 1 plus 2. Want dat weet ik uit mijn achterhoofd. Hè? Dat is 13 namelijk. Geintje. Ja, goed onderwijs. En dan fietste ik terug naar huis. 13 kilometer. Van de stad Groningen. Van het Gerardus Heijmans College. Of het Heijmans College. En dat was van Gerardus Heijmans. Hem vernoemd. Goeie vent. Goeie schrijver. Doordacht. En een Groninger. Ja, en dan fietste ik naar huis. Op mijn Vongersfiets. Van zo'n Groningse fietsenfabrikant. En dan kwam ik langs de kadaverbakken. 1 of 2. En mijn vader legde dat mij uit. Van ja, dat zijn kadaverbakken. En als die boeren dan een... Er was veel vee teelt. Als die boeren dan een dode huppeltje pup beest hebben. Moet je in die bak flikkeren. En dan bel je even op, want er ligt een kadaver in dat bak, in die bak. Daar en daar, die heb ik er net in gegooid. Dan wordt zo'n beest wat meegenomen. Dat is geen consumptievlees. Dat kan niet. Maar wat doen ze er dan mee? Ja, een zeep van maken of zo. Uitbenen, denk ik.
Ik weet niet wat ze daarmee doen. Dode dieren. Is niet erg. Dieren malen niet om de dood. Behalve dan die nijlpaarden. Maar ja, dat ging om een klein nijlpaardje. Want dat die moeder dacht van, als ik nou een beetje lik, dan gaat hij wel weer lopen. Onze kleine Henk. En oma Gerda en tante Henk, die gingen ook nog lopen likken. Ja, die nijlpaarden hebben niet zo... iedereen een beetje likken. Maar dat kleine nijlpaardje, dat stond niet meer op. Dat is tragisch. Dat is heel tragisch. Mijn tweede kind is... vermoord. Daar kom ik nooit meer overheen. Dat is onmogelijk. Ik kan nu ter plekke in huilen uitbarsten. Ja, huilen uit woede. Maar ja. Het is inmiddels 10 jaar geleden en de verjaringstijd voor moord is 30 jaar, dus ik heb nog 20 jaar te gaan. En dan heb ik in het Nederlands recht nergens geen poot meer om op te staan. En tot die tijd mag ik erover zeiken. Want ik vind het niet leuk dat je mijn kinderen vermoordt. Ik hou er niet van. Dat hoort niet. Maar mijn eigen dood? Dat maakt me niet aan. Ja, echt niet hoor. Voor mij is het leven net als de supermarkt. En de kassier, dat is het godsprincipe. Even afrekenen. Ik heb genoeg gedaan. Ik heb geen vrouwen geslagen. Ik heb geen kinderen verneukt. Ik ben altijd lief geweest tegen dieren. Een plant heb ik goed verzorgd, voor zover ik daar nut van had. Ik heb hier zo'n plant in huis, dat is zo'n survivor plant. Die geeft je af en toe een beetje water, er moet wat stront in. Het groeit wel door. En Lonneke, die was hier. Nou zeg, ik zie allemaal dode blaadjes. Ja, vanaf blijven. Dat is mine planten. Ja, Lonneke komt uit Jelena. En ik heb dus een andere plant, een vetplant. Die hou ik ook in leven. Een scheutje water. 3 keer per jaar of zo. Ik zorg voor planten. Ik maak ze heel mooi. Ik hou van het leven. Dat is het enige waar ik om geef hoor. Het leven. Het leven met stupiditeit daarentegen. Dat is doods. Dat slaat helemaal nergens op. Je leeft. Je hebt de vrije keuze. Charles Bukowski is een van mijn favoriete schrijvers. En Bukowski, dat is Duitse, bijna Poolsachtig of zo. En op zijn Engels heet hij Bukowski. Bukowski. Charles Bukowski. Ja, lees hem. Mijn dochter heb ik een van zijn betere werken gegeven. Te weten, Kind onder kannibalen. Dat heeft die truthola van een dochter nog steeds niet gelezen. Ja, waarom zou ze ook? Ik bedoel, haar moeder heeft haar broertje laten vermoorden.
Ja, maar die moeder heeft niet dat kind opgegeten. Nee, inderdaad, ze heeft dat broertje van mijn nog levende kind, die is nou 19. Dat is in bakjes van Tempex, maar heel erg steriel hoor. Zo super steriel, man. Dat is verkocht. De dood is om ons heen. Erg hoor. En wij mensen, dat is begonnen, stotter. Het schrijfwerk, dat is iets van 4.000-5.000 jaar geleden begonnen. Met Mozes. En 2000 jaar geleden ongeveer is het schrijfwerk afgerond met Johannes. En wat doen wij met dat woord? Helemaal niks. Wij kijken naar Holland's Next Top Voice. Of we weten het ook alweer. Een grappige uitzending met mooie kleuren, met scharlaken en paars. En opgemaakte vrouwen. En dan denken dat het beter gaat. Dat is dood. En dat iemand doodgaat. Mijn dochter, die is een heel ingewikkeld verhaal, gaat over de dood. De dood is altijd zo lastig, man. Oh. Ja, ik had een raskat gevonden op straat. Dat wist ik niet. Ik dacht dat dat een kitten was. Een kleintje. Het was ook een kleintje. Maar die dierenarts die zei, ja, deze is 7 jaar oud. Ik zei, wat krijgen we nou? Hartstikke kleintje. Ja, die man. Dit is een Devonshire Rex. Dat zijn kleine poesjes. Kleine katjes. Leuk beestje, man. Wow. En de moeder van mijn kind, die had al 2 poesen. En ik hou helemaal niet van poesen, by the way. Dan toch een huisdier moet hebben. Ja, doe mij maar een pitbull terrier. Ah, dat wil ik ook niet. Niet nodig. Binnenkort komt de belastingdienst bij me binnenvallen. En dan zal je maar zo'n pitbull terrier hebben. En die denkt even woef woef hap hap. Ja, die krijgt zo'n punt 22. Kan ik zo'n beest niet aandoen. En die moeder die had al 2 poezen. Pluis en Tato's. Nou, Poekie was ongeveer net zo oud als die 2 van haar. Maar Poekie was zo'n stamina. Zo'n heel rustig. Precies zoals een poes moet doen. Dus 18 uur per dag gaan we slapen. Met 1 oog dicht. Ja, die poezen van haar, Pluis en Tato, die kregen ouderdomsklachten bij het 13e jaar of zo. 12, 13. En zij met die beesties naar een jaar na elkaar of zo. Naar de dierenarts huppeltje-pup-praktijk. Ja, dokter Mengele. Zielig vond ik dat. Echt heel zielig. Ook voor de gedachtegang van de moeder van mijn kind, hoor. Je moet dat niet doen.
Je hebt de verantwoordelijkheid voor een poes, meer niet. Je moet de kattenbak schoonmaken. Vers water. Al die andere dingen. En dan maar hopen dat je een muizenplaag krijgt. Dan hebben die poesen nog zin, want die muizen vreten alles op, hoor. En op de Spijkerstraat, waar ik woonde, het gezin, toen het nog een gezin mocht zijn, toen het gezin nog leefde, hadden wij een muizenplaag. Waar die beestjes nou aan het neuken waren, weet ik ook niet. Maar ze vraten van alles aan, hoor. Om gaatjes in te pakken. Ja. Nou, die poezen hebben daar korte metten mee gemaakt. En zij liet dan die poezen van haar, één voor één dan, naar de dierenarts, dan open snijden, injecteren. Godverdomme. En ik heb tegen die moeder gezegd, dat je dat met je eigen poezen hebt gedaan, hè? Dan moet je, dat heb ik dan. Ja, ik had toch geen zeggenschap. Dus die moeder vond mij om een of andere reden een achterlijke. Een retarded. Dus ze vond me achterlijk. Dat zal dan wel. Ja, het is waar dat zij dat vond. Of het echt waar is. Dat mag de toekomst uitwijzen. En die heeft die poezen van haar laten. Gadverdamme. Ik zei, dat doe je niet met Poekie. Dat gaat niet gebeuren met Poekie. En in die tijd, we waren nog niet gescheiden. Ik denk, ik heb een grote bek. Ik lul Poekie wel naar een euthanasie. Dat betekent een goede dood. En wat is een euthanasie in het geval van Poekie? Nou, Poekie had geen bovenvacht. Alleen maar ondervacht. Een raskat. Devonshire Rex. Hele grote oortjes. En snel, jongen. Wauw. Wauw, was het beest snel. Ik denk niet dat hij... Poekie, ik heb nooit Poekie een vlieg zien vangen. Wat had hij kunnen doen? Zij, het was een zijtje, een vrouwtje. En dat maakt niet uit. Die vrouwtjes zijn het gemeenste. Was een leeuw, jongen. Wauw. Maar dan kleine, 1,5 kilo. En die huidskleur, of die vachtkleur, dat heet schildpad. Bruin, zwart, iets van oker erbij, 3 kleurtjes, bruinig, mooi poes, zou ik zeggen. Ja, toen kwam die fatale finale scheiding, ik werd de deur uitgetrapt. En toen had de moeder van mijn kind de regime over Poekie. En Poekie kreeg gelijk al niet meer correct eten. Dus. Dat ga ik niet vergeten. De moeder van mijn kind heeft Poekie langzaamaan naar dokter Mengele gevoerd. Schande. Geen respect, hoor. En achteraf bezien... Kijk, ik heb die poes, Poekie... die heb ik achtergelaten in de woning... waar mijn kind, Nina... haar hoofdadres. Ik denk, ja, je vader is al pleiten en dan ook nog Poekie pleiten. Dat doe ik jou niet aan, hè.
Dus Poekie laat ik bij je achter. En ik aan haar nog gevraagd van ja, zorgt mama wel voor Poekie? Nou, het ene treurige bericht naar het andere treurige bericht. En uiteindelijk mocht Poekie alleen nog maar in de keuken verblijven. Net als Harry Potter onder de trap. Dat een ruimte van 2x3 vierkante meter, inclusief het aanrecht en de gootsteen. En Poekie was inmiddels 19. En die mocht slapen in een hele fijne kartonnen doos. Want poezen en poekies zitten graag in een doos. Dus je haalt een kartonnen doos van de supermarkt en dan mag dat beest in slapen. Nou, toen belde mijn dochter mij op een bepaald moment. Ja, we zitten hier in Oosterbeek. Poekie gaat doodgeïnjecteerd worden. Wil je even langskomen? Ik zei, nou, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Ben je een maf? Nou, dan kwam ze bij mij na die moord op Poekie. En dan wilde ze een beetje tijdens het tandenpoetsen gaan lopen huilen. Ik zei, nou moet je je bek houden. Of woorden van gelijke strekking. Ik heb er geen respect voor. Door haar moeder gaat tegen mijn wil in. En ik geloof dat mijn wil, in het geval van Poekie, is de wil van God. Ik heb Poekie op straat gevonden. Ik heb Poekie opgepakt, in mijn leren jas gestopt, die ik nog steeds heb. En de moeder heeft dat beestje laten vermoorden. Jij gaat daarover lopen janken. Mijn dochter had toen kunnen zeggen van pap, heb je nog een fles en een liter benzine of diesel en een stukje oude onderbroek, dan ga ik nu een Molotov cocktail in de woning van mama gooien. Ter wraak. Dan had ik tegen haar gezegd, nou dat kan je beter niet doen. Krijg je alleen maar gezeik mee. Terecht is het wel. Want mensen mogen niet zomaar dieren vermoorden. Ook al heb je de mogelijkheid. Ik laat even een pauze vallen. Maar ik ben hier heel erg strikt in. Want ik ben een christen. Ik ben niet van 50 tinten grijs. Ik ben 0 of 1. Huh? Ik heb meegemaakt dat mijn vader, die ging tackles fokken. En er kwam er eentje uit voort en die kreeg een hernia. Dat beestje verrekte van de pijn. Maar dat kon niet langer. Dat kon echt niet langer. En die tackle was nog geen 10, 11 of zo. Oh ja. De tranen stonden in zijn ogen. Van de pijn. Ik, dat beestje, mijn opa, de vader van mijn vader. Die besloot ook van, het is afgelopen. Dit kan niet langer. Het leven is op, het is pijnlijk. Tackles moeten konijnen vangen. Maar dat kon Buggy, zo heette die, Buggy. Bucky. Eigenlijk. B-U-K-K-I. B-U-K-K-I-E. Bucky. Je moest altijd bukken. Een heel laag hondje. Nou, ik heb Bucky in mijn armen genomen. En de dierenarts strychnine erin. Regelrecht in het hart. Dat doet geen pijn. En Buggy lag helemaal vol van vertrouwen bij mij. Want Buggy kende mij. Ik was erbij toen Buggy geboren werd. Die had alle vertrouwen in mij. Ja, dan een injectie in het hart.
Nou, toen was het klaar. Heb ik gehuild? Nee, waarom? Pourquoi? Pookie is vermoord. Bucky niet. Dat is mijn verschil, hè? Wat ik zie. Hè? En de dood voor een christen, ja, kijk, je leeft als je leeft. Als je niet geleefd hebt, dan kan je niet doodgaan. Of wel? En wat is leven dan? Nou, ik geef je 3 seconden. Het leven is niet dat je poesjes zoals Pookie eerst gaat mishandelen, verwaarlozen, niet goed te eten geven. En dan wordt ze een beetje ziek en dan ga je naar het een of andere dokter mengelen. En dan laat je je dochter bellen naar je man van, oh, laat papa ook maar komen. Dat papa kan aanschouwen hoe ik toch ga laten doen wat hij verboden heeft. Ik had er in de reet moeten neuken. Ja, die moeder dan. Hè? Ja, maar dan niet in het echt, maar overdrachtelijk. Schandalig. Dat je het even weet, is mijn mening, maar hoor, trek je er niks van aan. Ik weet er precies alles van. Hoe mensen dood zijn tijdens het leven. En die doodsheid der mensen komt omdat zij niet geestelijk eten. Ze vreten zich kapot aan van alles. Dus mijn dochter zo heel trots. Ja, pap, ik word vegetariër. Ja, ja. Ja, natuurlijk. Mijn dochter leest niet eens Carl Gustav Jung. En dat zit dan op een psychologisch-pedagogische hulpverleningsdistings, whatever. En scoort 9's. Nee, maar Carl Gustav Jung gaan we niet lezen. En Sigmund Freud is er ook helemaal niet. En, okay. Ha, ha. Ha, ha, ha. Dat is doods. Dus als mijn dochter niet tot leven komt, dan kan ze ook niet doodgaan. Dat is niet waar. Niks aan de hand, hoor. Als mijn dochter sterft. Ja, niet geleefd, dus ja, waarom een... In het Tibetaans dodenboek staat dat als er dus mensen zijn, zoals de moeder van mijn kind, die dan dieren vermoorden, dat als die sterven, dat je met z'n allen moet je geld bij elkaar gaan schapen. Dan 5 liter vodka en wat bessenlikeur erbij. Een Joegoslavische rampetampenband en zo hard mogelijk herrie gaan maken. En vuurwerk afsteken. Die boze geest wegjagen. Die dode gedachten. Dat zegt het Tibetaans dodenboek. Het gaat niet over christendom in dit geval. Tibetaans dodenboek. Jij read your fucking literature. Of je bent dood. Maar als jij niet leest, wat maakt het uit? Schapen lezen niet. Nou, wat gebeurt er met schapen? De schapengemeenschap is behoorlijk aan het toenemen in Nederland. En het gaat heel goed met schapen. Ja, ja. Natuurlijk, ja. Vooral met die mannetjes, hè? Maar kijk, maar dat een schaap niet leest, daar kan een schaap niks aan doen. Maar dat jij niet leest, is dood, is dat.
Want het enige wat jou onderscheidt van een dier is dat jij leest. Kan lezen. Mag lezen. Moet lezen. En niet alleen 50 tinten grijs. Sukkel. Ik vind het helemaal niet erg dat je naar kindernet porno kijkt. Kantoorplassen. Best een leuke. Ja. Heel grappig hoor. Secretaresses die gaan plassen. Tijdens het werk. Ik vind het best, maar op de rest van het internet staat ook nog wat. En dat niet? Alleen maar kijken naar kantoorplassen? Ja, waar ben je mee bezig? En is het erg dat je sterft? Nou, helemaal niet. Voor jou 10 anderen. En dan kijken die wel naar kantoorplassen. Met leuke brunettes en af en toe een blondine voor de verandering. Als het leven makkelijk was, dan had God het zelf wel gedaan. Ik begrijp ook wel waarom, hoor. Een sukkel van een vent is dat, zegt die God. Echt een regelrechte klootzak. Om ons op te schepen met zo'n leven. Nee, dit is niet blasfemisch, want je kan God niet uitschelden. Je kan mensen die dood zijn, die kan je alleen laten. Laat ze maar verrekken. Want ze geven niet om leven. Ze lezen niet. Ze houden zich bezig met economische voordelen. En dat is geen leven. Nee. Ja, dat is jammer. Dat weet ik ook wel. Bijzonder spijtig. Deze droeve waarheid. En zo is het. Gert van Santen, die gaat binnenkort dood. Die heeft aangegeven dat hij heeft iets heel vervelends, iets met een bacteriële infectie. En hij zei van, ik wil niet in leven gehouden worden. Maak mij maar. Nog even volhouden, maar ik ga niet de rest van mijn leven in een verzorgingstehuis liggen met een infuus. No way. En mijn dochter dan zei helemaal van, ja, vind je dat niet erg? Nee, waarom? Ik ken Gert, die ken ik al vanaf 1978. Ik heb zijn hele ontwikkeling meegemaakt. En gezien dat het fout ging. Maar Gert werd obees. Zijn hoeveelheid, spieren, vet, noem het maar op. Way beyond, man. Ik zag het jaren geleden al. Maar ik ga niet tegen Gert zeggen dat hij minder moet gaan eten of meer moet gaan fietsen of whatever. Want dat helpt helemaal niet. Dat deed hij dan wel, maar dat is niet helemaal je dat, hè. Achteraf bezien. Dan had Gert 's morgens op moeten staan en dan een sigaar aansteken en dan een kop koffie erbij en een glas whisky. En dan gaan we de dag beginnen.
Even kijken of we 11 uur halen. Maar als je obese wordt, het is heel slecht voor je organen. Overbelasting, man. Zo'n wil of zo, het lichaam. Daar had hij niet goed controle over. En hij kreeg eczeem op zijn schenen. Inflammaties. Donkerrood en met puistjes en alles. Oh, wat moet dat gejeukt hebben, man. Ja, dan zitten er van die bacteriën in jouw feest te vieren. Want wij zijn hier allemaal aanwezig in de snackbar en die heet Gert. Ja, ik kon er niks aan doen. Ik zag het. Ja, die bacteriële toestanden, die zijn doorgeslagen. Die zitten nou, zeggen ze, dat zegt Wout, de drummer van de band. Momenteel zit die bacterie in alle organen. Nieren, lever, we hebben nog meer, pancreas. Alvleesklieren. Ja, die gaat zo dadelijk dood. Uit zijn eigen of uit zijn eigen vanwege een euthanasieverklaring. Want doe mij maar een overdosis lekker spul. Ik zou dan kiezen voor heroïne en niet voor morfine. Zullen gedood. Het gaat niet om hardheid, het gaat om de waarheid. Gert heeft hele mooie dingen gemaakt. En ergens... Ja, niets te nadelen ofzo. Want hij gaat zo dadelijk dood. Mijn vader is ook dood. Mijn vader is vermoord door de allopaten. Ja, maar dat was niet met opzet. Nee. Maar die allopaten hadden kunnen weten dat ze een hele risicovolle snijgebeurtenis gingen laten plegen in het ziekenhuis Harderwijk. En mijn vader die had bingo, dus die kreeg MRSA en dat sloeg helemaal door. Dat heb ik nog 4 weken volgehouden. Onder de morfine, en toen was hij dood. Zoentote? Hoe zeg je dat op z'n Duits? Gesneden. Ja, vind je het gek? En iedereen in mijn omgeving die loopt maar te beweren dat mijn vader overleden is aan longkanker. Maar dat is helemaal niet waar. Hij is overleden aan de longkankerbehandeling. Zo was het. En de dood aan zich? Mijn vader is dood. Ik mis hem, dat wel. Dat gaat nooit meer weg. Mijn vader had wel wat ouder mogen worden. 67 is hij geworden. Dus, ja. Zijn eigen vader, mijn opa, Winkel, die is 83 geworden. Die kreeg een hersenbloeding en mijn oma die belde mij. En ik zat toen in Wageningen. Ik zeg, wat?
En in die tijd konden mensen vrij reizen, hè? Of vrij gemakkelijk reizen. Ik had een uitkering van 200 gulden in de maand, of 300. Ik droeg gedragen kleding, zo op tweedehands. Ik was in no time in Bovenkerk. Mijn opa die lag nog op de bank. En de ambulance en de medewerkers die kwamen eraan. Dus ik heb mijn opa weg zien gaan met zo'n stretcher ding. Een brancard heet dat. Een brancard. Hij naar het ziekenhuis. Weet je nog? Iets van 10 dagen of zo gelegen. Schatting. Is mijn opa doodgegaan? Ja. Want mijn opa heeft geleefd. Die man ging dood. En mijn oma huilen, jongen. Wauw. Ja, weet dat maar eens voor elkaar te krijgen als kerel. Dat jouw vrouw na jouw overlijden een jaar lang huilt. Ja, ik bedoel dit niet vervelend of zo. Maar zie dat eens voor elkaar te krijgen als vrouw. Of als man. Leef. En doe niet zo moeilijk. Geen beesten laten vermoorden. Zoals de moeder van mijn kind. En dan mijn kind een leuk meedoen met de moeder. En dan bij mij in huis een beetje lopen janken over het feit dat haar moeder Poekie heeft laten vermoorden. En dan moet ik met haar mee gaan huilen? Nee, natuurlijk niet. Wat denkt die bitch van een dochter wel niet? Gaat er over christendom en de dood? Nou dan. Naar Strofje. Laten we blijven doorzuipen totdat het einde komt. Fuck man, ik heb al mijn biertje verkut. Oh nee, gaat wel goed. De dood is niet zo belangrijk. Ik was bij een mooie bijeenkomst van de artikel 31 kerk. Dat is een protestantse denominatie, een geloofsstroming of een stroming van het protestantisme. Van protestants, maar dan protestants, protestants. Er was een begrafenisdienst. Supergoed. En die vet die op de kansel stond. Die zei, wat doen jullie hier? Tegen de familie, hè? Van die man die dood was, hè? Wat doen jullie hier? Beetje rouwen om de doden? Maak je zorgen om je eigen? Leef jij wel? Want als jij niet leeft, kan je niet doodgaan. Logische wet. Zo, dat net. En een nicht van de moeder van mijn kind. En wat is dan de familierelatie van mij tot haar? Dat weet ik ook niet. Maar het was zo'n artikel 31 dame. Met een hoedje. En, ja, dat je geen kuiten ziet. Die wordt er helemaal niet geil van. Die heeft waarschijnlijk haar op haar benen. En platte schoenen. Ja, je kent het wel. En zij gaf mij een pepermuntje. En toen nog één. Die preek.
Ik ben nog nooit zo onder mensen geweest als toen. Want de dood is helemaal niks. Ja, zo ben je. Ja, maar artikel 31, dat is uit de Tweede Wereldoorlog, pas ontstaan. Dus dat is ouderwets. Hoeveel vingers steek ik op? En wil je er eentje in je anus of je hele of mijn hele vuist? Artikel 31, dat is ouderwets. Dat is uit 1943. 41, zoiets. Ik lul geen poep. Wat jij ermee moet doen? Nou, geen euthanasie. Allemaal niet doen. Niet naar hunkeren. Rot je leven uit. En als jij de verantwoordelijkheid neemt voor een dier, die mag je niet laten euthaniseren. Ben je maar. Dus de poekie had bij mij moeten komen. Dan had hij weer. Had zij weer. Net als toen ik voor haar zorgde. Elke dag of elke week. Een beetje verse vis. Vers water. Een mandje met een lage instap. En een dekentje. Ja, dan heb je zo'n poes in huis. Ik heb hier een rat. Die woezel. Die zit ergens in de Turkenbank. Dat 1-2 of zo. Woezel is hier gestorven. In een zalig geluk. Want die was bij Perry. En aan kratjes worden 2-3 jaar. Dat heb je het gehad. 3 jaar voor een rat. Dan ben je een spekkoper. Zoals de Joden. De Jiddische Joden. Zeggen. Ik heb het bijna gehaald hoor. 2,5 jaar. Ja. En toen op een dag. Toen kwam Woezel niet meer naar mijn bed toe. Ik werk vanuit bed. Hè. Dan is dat Yoko Ono. Maar dan zonder John Lennon. Vind ik toch een lul. En Woezel kwam niet meer. Toen dacht ik, oeps, mevrouw Woezel is dood, maar waar? Ik weet het niet, ik weet het echt niet. Het stinkt niet meer naar dode rat of zo. Het is helemaal uitgedroogd. Ik kan die hele Turkenbank nog verkopen. Een Turkenbank met het kadaver van Woezel. Woezel is netjes gestorven. Zo'n lief ratje. Zo'n schatje. En toen werd ze oud, hè. En dan wilde ze van mijn bed afspringen. En plop. Want in het begin ging dat goed, hè. Dan nam ze zo'n duik naar beneden. En dan denk ik, oké, dat gaat goed. Maar toen werd ze oud en dan zie ik zo. Ik denk, nee, woesiepoesie, dat gaan we niet meer doen. Als jij naar beneden wil, van mijn bed afspringen, you come to me. Ik hou je in de gaten. Je gaat niet over het randje lopen. Snap je dat? Als je naar beneden wil, dan pak ik je beet. En dan word je eventjes met de lift omlaag gegooid en dan mag je gaan weghollen. We aten samen nacho chips of zo. Ik vind zo'n ratje ook lekker hoor.
Een lekkere nacho. Niet te veel peper erbij, daar houden die ratjes niet van. Heerlijk beestje. Zo'n lievertje. En die hield van mij. Die kwam naar me toe, elke dag. Nou, dat ben ik dan. Gaan we nacho chips eten? Of gewone chips? Of wat heb je nu weer? Kippenpootjes? Nou, kom maar naar boven, meisje. Dat is leven. You get your sukkel. Nee, ik ben een sukkel natuurlijk. Wat je zegt, dat ben je zelf. Met je kop door de helft. Heb respect voor het leven en probeer eraan mee te doen. Of praat ik Frans? Nou, dit ging over christendom en de dood. Ja, maar Piggy, jij hebt het helemaal niet gehad over Christus Jezus. Oké, in het kort dan. Christus Jezus, dat was een wandelaar. Hè? Dat was Johnny Walker. En die wilde weer eens van A naar B. Want we zitten in A en we zijn een hele tijd niet in B geweest. Dus Christus was een wandelaar. En iedereen ging met hem mee. En er was er eentje en die zei, ja, kunnen we een dag later vertrekken? Want mijn vader is, zijn lichaam heeft het opgegeven. En er komt een festival, een rituaal. Vanwege het feit dat mijn vader, hè? En Christus zei, even op zijn straattaal, hè, moderne. Christus zei tegen die klootzak, fuck you. Ik laat even een pauze vallen. Maar look it up. Niet zo moeilijk. Mijn dochter die heeft ook de King James. Die heeft gratis van mij gehad. Ah, jij dus ook. In boekhandel De Fakkel. Daar kan je zo eentje aanschaffen. Ja, blader, blader, blader. Blader, blader, blader. Look it up. Ik zou beginnen met Matthäus. Daar vind je hem wel. Laat de doden begraven. Waar staat hij eigenlijk? Eventjes voor de gein. Ik heb nog een paar minuten. Doe ik eventjes nou YouTube dingen zo aan. Ze hebben het interface veranderd. Uitermate irritant. Maar goed, komt hier. Laat de doden hun doden begraven. Ja, dus. Dat is. Oh, in Matthäus, hoofdstuk 8, 21. En 22. Gewoon voor de gein. Dan pak ik even de King James erbij. Ik weet dus nou, het is Matthew, hoofdstuk 8, vers 21 en 22. Waar komt hij? Het christendom en de dood. King James. En dan Matthew. Hoofdstuk 8. 21 zei ik. Hè? Eigenlijk moet je heel Matthäus 8 voorlezen. Dat doen we nou niet, want we zitten tegen het uur aan.
Hier staat in vers 21 van hoofdstuk 8. And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. But Jesus said unto him, Follow me, and let the dead bury their dead. Het is waar. Ik kan er niks aan doen. Ik ben wel heel erg blij dat jullie dit uitgeluisterd hebben over het christendom en de dood. En dat jij je als de rete zorgen moet gaan maken over het feit of jij wel dood kan gaan. Want als je niet geleefd hebt, kan je niet doodgaan. Dan ben jij niets meer dan een lege verzameling van moleculen die bestaan uit atomen. Je was hier nooit, dus wat is er erg aan jouw dood? Snap je nou? Alles wat Christus heeft gezegd over de dood, dat kan ik nog 10 keer erger maken, hoor. Want jullie zijn moordenaars. Ja, niet jullie per se, maar... Maar in gedachten, snap je? En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lieverds.